John van den Heuvel heeft recent gereageerd op de scherpe kritiek van opinieleiders, zoals Angela de Jong, die betogen dat hij zijn reputatie aantast door betrokken te zijn bij de controversiële over Overkoorde. De misdaadsjournalist, die algemeen wordt beschouwd als een autoriteit op zijn vakgebied, lijkt zich te diversifieren met een aantal opmerkelijke hobby's, waaronder de productie van deze realityserie. De reacties op deze beslissing zijn niet mals, Vooral vanwege de keuze om ruwe en ongefilterde momenten in de montage te behouden, waarin John zelf ook te maken heeft met grove taal. Angela de Jong uitte haar bezorgdheid over John's reputatie en suggereerde dat zijn vriendschap met Gordon zijn objectiviteit kan vertroebelen. Hij is gekwetst door de kritiek, maar hij zet zijn eigen reputatie op het spel, zei ze. Ik denk dat deze persoonlijke betrokkenheid hem belemmert in het objectief beoordelen van de situatie. In een interview met de tijdschrift Weekend reflecteert John op deze beschuldigingen. Hij legt uit dat de serie een breed scala aan Gordon's karaktereigenschappen belicht, van zijn creativiteit en humor tot zijn kwetsbare momenten en extravagante levensstijl. Het zou hypocriet zijn om de boosheid van Gordon te negeren, zeker gezien de titel van de serie, Dit ben ik, zegt hij. Hij merkt op dat de kritiek van media-experts vaak voortkomt uit persoonlijke motivaties. Natuurlijk begrijp ik dat de betrokkenen kritiek uiten, maar ik vind het ironisch, voegt hij sarcastisch toe. Wat betreft zijn eigen reputatie maakt John zich geen zorgen. De persoonlijke kritiek raakt me niet. Ik heb een brede rug en ik schrijf ook regelmatig kritisch over anderen. Als je dat doet, moet je ook zelf tegen een stootje kunnen, al dus John. Hij benadrukt dat hij vooral denkt aan de impact van de kritiek op Korde. Het is jammer voor hem, maar hij is een volwassen man die begrijpt hoe het entertainmentklimaat werkt. Ik ken Gordon al twintig jaar en weet dat hij een goed hart heeft. Natuurlijk heeft hij zijn imperfecties, net als ieder ander. John vindt het belangrijk om te erkennen wat Gordon voor anderen heeft betekend, vooral in moeilijke tijden. Hij sluit zijn betoog af met de opmerking dat de positieve invloeden die Gordon op veel mensen heeft gehad niet over het hoofd gezien mogen worden.